Goedemorgen iedereen, het is vandaag vrijdag en we hebben weer een hele zonnige dag. Super lekker, ik heb net een lekkere smoothie gemaakt en een kopje thee, dus dat wordt mijn ontbijt. Ik ben even op zoek naar mijn telefoon. Het is aan het laden. Oh, die is al bijna snel. Die is al bijna klaar. Nou ja, anyways, ik neem deze eventjes mee, want vind ik altijd wel fijn om in de buurt te hebben. Mocht daarom weer nodig hebben. Mijn vriend is nu net naar werk en ik ga denk ik heel eventjes op de bank zitten voordat ik anders weer... Eigenlijk is een beetje mijn routine dat ik meteen achter de laptop vlieg die daar op tafel staat. Maar eigenlijk is dat niet heel erg goed, want dat is wat ik de rest van de dag eigenlijk ook vaak doe. Dus ik ga wel gewoon eventjes even rustig zitten met mijn lekkere smoothie en theetje. Even van het zonnetje genieten die buiten schijnt. En misschien wel eventjes nog een aflevering kijken. Ik ben nu echt verslaafd aan de serie The 100. Ik heb, even kijken, wanneer ben ik hiermee begonnen? Een week geleden denk ik. Een week geleden en ik ben inmiddels bij seizoen 2 aflevering 10 heb ik volgens mij gisteren gekeken. Dus ik denk dat dit seizoen bijna over is. Dus dan ben ik best wel hard gegaan. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En ik kijk deze in mijn eentje. Dus ik kan ook best wel af en toe gewoon een paar extra kijken. Gisteravond heb ik er echt ook 4 of zo gekeken. Best wel insane. Vandaag ga ik met Tara naar Amsterdam. Dus we zijn later straks samen. Dus dat is weer erg gezellig. Gaan we nog eventjes de stad in. En we gaan naar een event. Dus dat is gezellig en leuk. En ja, we gaan gewoon vandaag weer vloggen. Zoals jullie misschien wel hadden gezien, hebben wij geen vlog vrijdag meer. Want we hebben de hele vrijdag als uploaddag even eruit gehaald. Maar vlogs gaan alsnog gaan komen. En die komen op de andere dagen. Ik weet niet zeker of ik het hier al over heb gehad. Dus als ik het nu dubbel zeg, I'm sorry. Maar... ik dacht, ik gooi het er nog eventjes snel in voordat iemand dat toch gemist heeft. Loop ik toch nog heel eventjes naar de computer toe. Want er is vandaag een heel grappig artikel online staan. En ik dacht, ik ga jullie gewoon eventjes aan jullie laten zien. En dat is een artikel over speciale wc-sprays. Het zijn dan niet gewoon een wc-verfrissers zoals je die misschien wel kent. Maar wij hebben een review geschreven over deze. Dit is de VI Poo. Deze is van Airwick. We hebben ook Poopery. En zoals je misschien ook wel in onze laatste Action & Toko shoplog hadden gezien, hebben wij ook deze gevonden. Dit is de Spray & Go. En deze heb ik bij de Action vandaan. En als je naar onze website gaat, dat is hier... endlessweekend.nl, even zelfpromotie. Dan is dit het artikel. Met dit product is poepen nooit meer awkward. Je moet hem echt even checken. En ik zal hem heel snel voor je openen, want ik vind ook wel de foto's heel erg leuk gelukt. Zo heb ik deze bijvoorbeeld gemaakt. En ja, dit zijn de sprays. Het is heel erg leuk en ga hem zeker eventjes lezen. En het is gewoon een keer wat anders dan een beauty of een fashion outfit op onze blog. Dus ga hem zeker even checken en give it some loving. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag en daarom komt deze vlog vrijdag niet op de vrijdag online, maar op de zondag. En misschien heeft Larissa het al verteld, maar we gaan straks Amsterdam in. En wat ik daar onder andere wil doen is eerst eventjes naar de H&M Home. Want ik wil een pot halen voor deze plant. Of tenminste een pot. Ik had een hele leuke mand gezien. Met een kleine shimmer erdoorheen. En die wilde ik online bestellen. Maar H&M heeft via de webshop geen gratis verzending. En dat vind ik dan een beetje irritant. En ik wist dat ik toch al naar Amsterdam ging. En dat daar de H&M Home zat. Dus ik dacht, ja, dan kan ik net zo goed eventjes naar de winkel toe. Om het eventjes te gaan kijken of die daar misschien ligt. Ik hoop het wel. Want ik denk dat die heel erg leuk gaat staan in mijn woonkamer. En wie hier nog meer is, is Silly. Nou, hij was aan het slapen. Hoe is het? Zeg eens hoi tegen de kijkers. Hoi. Hij is in chill mode op dit moment. Ik kan hem allemaal niks schelen. Normaal gesproken is hij wel een beetje druk, maar nu... Hallo. Nou, hoe dan ook, ik ga heel eventjes wat mailtjes afmaken en dan stap ik op mijn fiets. Ga ik even meeten met Larissa en dan stappen we de trein in en gaan we naar Amsterdam. Oh ja, en nog wat anders. In deze Fashionista staan we ook nog gefeatured met Travelab. Of Travelab in Endless Weekend eigenlijk. Sleep Like a King. En dit is onze hotspot van Serena Tara en Larissa van Travelab in Endless Weekend. Dat is het King Kong Hostel. En ik vind het gewoon super leuk dat we weer in een blad staan. Fashionista dit keer en... ja, heel erg bedankt. Ik vind het leuk. Dus als je het gezien hebt, let me know. Oké, ik heb mijn haar eigenlijk bijna niet echt gedaan. Maar het zit wel oké. Gewoon lekker messy waar ik van hou. Ik heb een choker om van Lofies. Ik moet een beetje bukken. Deze top is ook van Lofies. Die heeft gewoon wat van die ruches en wat wijdere delen. Ik weet niet hoe dat zegt. Jeans van Topshop. En mijn schoenen zijn van
Choice. Volgens mij is het een beetje zo'n Aziatische webshop. En sorry voor al deze stof hier op de grond. Don't judge me. Ik moet nog even swifferen. Maar dat is de outfit. Lekker zwart. En hij is niet heel erg warm. Dus ik moet wel eventjes een goede jas vinden om aan te doen. En de rest even inpakken. Maar ik moet een beetje haasten. Want anders red ik zo meteen ook de trein niet meer. Dus ik zie jullie gewoon zo meteen met Tara weer. Dit heb ik trouwens aan vandaag. Dit is een top van W5. En die heeft een beetje zo'n onderkantje die wat uitloopt. Ketting van Lofies. Ik heb een knot in, want we gaan straks op het event wordt ons haar gedaan. Skinny jeans van Pull & Bear. En deze schoenen die heb ik echt al heel lang geleden gehaald. Bij de Urban Outfitters toen de tijd. Ik vind ze nog steeds super leuk, dus ik heb ze weer aan sinds een lange tijd. Dus dat was het. Hallo, jullie zien mij nu op de andere camera, want ik ben bij Tara. We staan op het station. En net in de bus zag ik een filmpje op Instagram. En toen ik het zag, toen smolt ik. En ik ben nu helemaal excited om het aan Tara te laten zien. Dus ik ga het aan haar laten zien en even haar reactie filmen. Want ik denk dat hij echt gewoon... Ik vond hem echt priceless. En ik denk dat Tara hem ook echt geweldig gaat vinden. Dus komt hij aan. Druk hem aan. Ja. Oh nee, hij is onscherp. Shit. Weet je wat het is? Ik ken hem al. Nou, hoe kan het? Omdat ik gewoon een pagina volg met corgis. Nou, kijk dan jongens. Maar super cool wel, ja. Dus ook heel hard lachen toen. Oh shit, nou, dat was een beetje een film, want het beeld was onscherp en je kent hem al, maar hij is toch echt geweldig. Ja, hij is wel heel goed, ja. Tara is dol op corgis en overal waar zijn corgis hier, er zit corgi. Ja, dus vandaar dat ik hem al had gezien, maar... Hij is wel erg mooi, toch? Mm. Oké. Okay. Hallo, we zijn in Amsterdam aangekomen. En het zonnetje schijnt hier ook heerlijk. Blauwe lucht, ja, ik vind het helemaal top. We lopen even naar de Dam toe, want Tara wil graag naar H&M Home. Yes. En ik heb ook een jeans gezien bij H&M. Dus ik ga even kijken of ik daar eentje kan vinden die ik fijn vind. Ik heb ook een nieuwe nodig. Ja, in plaats van dat ze weer die Topshop jeans gaan halen. Want die vind ik toch wel echt heel erg prijzig. En niet... Mijn is echt zo erg afgetakeld dat ik niet weet of ik het ook waard vind om hem nog een keer te halen. Precies, ja. Want die zijn echt 60 of 50 euro. Dus gaan kijken of het bij H&M goedkoper kan. Maar ik ben benieuwd. Want in het verleden hebben we daar geen echt succes gehad bij H&M. Dus we'll see. Het is niet heel druk. Het valt best wel mee. Het is echt wel lekker. Zo, we lopen nu net weer uit de H&M. Het was niet zo'n succes. De broek heb ik uiteindelijk niet gehaald, omdat ik hem toch iets te lang vond. En blijkbaar verkopen ze lengte maat 30 alleen online en niet in de winkel. Dus ik ga denk ik die nog eventjes bestellen, want hij was wel heel erg fijn verder. Ik had mijn mand gevonden, ik vond hem echt helemaal leuk en ik wilde hem afrekenen. Maar ze vroegen de volle prijs in de winkel. En online was die gewoon een stuk goedkoper. Maar ik liet het zeg maar zien en toen zei ze van ja, de webshop staat los van de winkel. Dus je moet gewoon de volle prijs betalen. Terwijl die online veel goedkoper is. Dus waarom zou ik dat doen? Het gewoon nergens op, ja. En als ik hem online bestel, dan moet je per se verzendkosten betalen. Want je kan geen bedrag halen en dan is het... Ja, weet je, je staat in de winkel, dus dan ga ik geen verzendkosten betalen. Het is een beetje een principe dingetje dat ik hem nu dus niet heb gehaald. En ik vind het gewoon raar dat ze gewoon niet dezelfde prijs online kunnen aanbieden in de winkel. Ja. Vind ik heel raar. En ook niet, nou ja, je gaat toch niet... Oh, oké, ik sta nu in de winkel zelf, dus dan betaal ik wel meer. Ja, we zijn helemaal hier naartoe gereisd. Ik ben de stad ingegaan en dat soort dingen. We zijn echt speciaal hiervoor naar de winkel gegaan om die verzendkosten te ontlopen. En dan krijg je toch alsnog dit gezeik. Nou ja, we vinden maar een rare actie, jongens. Dus zoals jammer. Als ik nog een leuke mand weet voor om een plantenpot heen, wit, dan hoor ik het wel, de tips. Zoek naar een andere. Nou, we hebben nog ongeveer een uurtje voordat we naar het event moeten. Dus we gaan nog even een paar andere winkels in. We lopen nu de Nieuwe Dijk in en gaan we straks verder naar het event. En ik heb wel best wel honger. Dus ik zit te twijfelen of ik iets van een klein snackje ga nemen. En we zijn... Wow, ik zie er echt niet uit. We zijn in Urban Outfitters weer aan het kijken. En we hebben een hele toffe lamp gevonden. Tadaa!
Oh, ik kom echt veel minder cool over op camera. Maar ik vind dat Larissa deze moet halen, want hij is magical. Het is wel grappig, maar het past echt niet bij mijn interieur of inrichting of smaak. Maar het is altijd wel heel erg leuk om bij de chill dingen hier bij Urban te kijken. Sommige dingen zijn altijd zo overpriced, maar ik zie er heel veel leuks. Wat is dit eigenlijk? Get naked. Oké, top. Een soort van badmat. Oh, grappig. I woke up like this. Oh, I woke up like this. Ook wel grappig. Get clean. Die is ook wel grappig, deze. Ik zou de get naked halen. Die is wel heel grappig, ja. Deze. We staan inmiddels voor de Albert Heijn. Larissa heeft even een broodje gescoord, want ze viel bijna flauw. Ja. En we worden straks opgehaald met een Uber die ons naar het event brengt. Dus super chill. Super chill, ja. Heel relaxed. En ik ben benieuwd naar het event. Ja, volgens mij gaan ze onze haren fixen en stylen. Nou, dat mag op zich ook wel. Dus altijd als het maar kan. Dus ik ben heel benieuwd. Lekker zin in. Die handjes aan je hoofd. Ja, lekker. Ik ben echt zelf aan het eten. Ik geef duiven niet eten nu. Nou, ze denken van wel. We zijn wel echt zo aan het kijken van hallo. Ja. Give me food. Give me your bread. We zijn aangekomen op het Ghoul event en we zijn hier ergens ietsje verder in Amsterdam en het ziet er echt super mooi uit. Tara heeft al lekker aan de, wat is het, champagne of andere bubbels? Super lekker. Heel lekker. Een soort van kava, maar dan met fruit of bloemen erin. En er staat hier achter ons een mooie tafel of een toren eigenlijk met allemaal lekkers, zoetigheid en ook hartige dingetjes. Oh, het smaakt echt geweldig. Dus, hele goede binnenkomer. En straks gaan we erachter, kan zien, heb je allemaal tafels staan en spiegels. En dan krijgen we als het goed is een soort van oppepper voor ons haar. Veel volume aan mijn haar zit. Het is echt prachtig gefeund, gepolijst. Prachtig. Larissa is nog bezig. Ze is super blij mee. En ik ben ook klaar. Het ziet er echt super mooi uit. Heel zacht. Heel vooral. Maar toch, als ik dan hierboven zo een beetje zo aanzet, dan blijft hier echt die volume hier zitten. Super bol, hou ik van. En daar haar is ook super mooi. Dus ik ga het weekend in met super mooie haar. Ik hoef het niet meer te doen. Niet meer wassen, niet meer stylen. Yeah. En de achterkant. Oeh, het valt ook heel mooi. Het is heel bouncy, zeg maar. Ja. Celebrity hair, heel goed. Hij peert hem lid. Dat was mijn hoofd. Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij de Terpentijn, want we mogen hier een paar cocktailtjes drinken, wat hapjes eten en het ziet er super cool uit. We wilden hier al een keertje naar binnen gaan, maar dit is de eerste keer eigenlijk. Zoals je kunt zien is de stijl wel echt heel cool hier, een beetje, ja mooi gewoon. Dankjewel. Cheers. Cheers. Het is lekker toch? Ja, we hebben net twee gerechtjes gekregen. Dit is zalm, toch? Met allemaal gepekelde zalm volgens mij. En dit is een burrata. Burrata. Het ziet er echt super mooi uit. Echt heel en mooi. Twee kleine tuintjes op mijn bord. Nou, laten we maar beginnen dan, hè? Lekker. Nou, zoals je kan zien ben ik momenteel weer thuis. Tara is ook naar haar huis gegaan. Tara is ook naar haar huis gegaan, want die had vanavond met vriendinnen afgesproken. En mijn vriend komt volgens mij ongeveer van een half uurtje thuis. Dus dan gaan we ook lekker samen eten. En het leek me in ieder geval leuk om jullie nog eventjes te laten zien wat ik vandaag heb meegekregen bij het event. En ik heb ook net ander leuke post binnengekregen. Dus ik dacht, dat ga ik ook eventjes gewoon aan jullie laten zien. Allereerst dus Ghoul. Daar zijn we naar het event geweest. En daar hebben we de nieuwe lijn meegekregen. Daar is dus ook mijn haar mee gewassen en mee gesteld en dergelijke. Dus ik ben heel erg benieuwd om daar ook thuis lekker mee verder aan de slag te gaan. En ik heb hier als eerste de conditioner. Dus dat moet eigenlijk beginnen met deze.
Dit is de langdurig volume shampoo. Dus dat is deze. En daar hoort de bijpassende conditioner bij. Ben ik heel erg benieuwd naar. En dan heb ik hier ook de volume en verzorging spray treatment. Die is heel erg lekker om je haar dus mee te beschermen. En ik heb hier ook de styling spray. Top. Ik vind mijn haar echt nog steeds super fijn zitten. En het is heel erg lekker. En dan is het voor de rest van het weekend gedaan. Jeetje, ik kom echt totaal niet aan mijn woorden. Maar ja, ik vind het echt super lekker zitten. Al moet ik eigenlijk dit plukje even iets naar links doen, hè. Nee. Oké, sorry jongens. Dat is misschien een soort van kruin die ik daar heb zitten. En ik was trouwens ook nog langs de Strand en Grenne geweest met Tara. Daar zijn we niet mega geslaagd of zo. Ik heb 2 dingetjes gekocht. Die echt super random en leem zijn. Jullie denken vast, jeetje, kan je niet echt wat toffers shoppen? Nee, deze keer even niet. Ik heb hier een garde. Top. Deze was echt super goedkoop. 1,23 euro had ik nodig, want ik heb er een van Ikea. Echt zo'n plastic ding en die is echt super vaag. Die werkt niet altijd heel geweldig. En ik heb een gum. We waren laatst hier met wat mensen binnen en er zijn een paar dingen tegen de muren aangegaan. Waardoor ik van die witte, nee, zwarte strepen op de witte muren heb. En ik ga die proberen met mijn gum allemaal eraf te krijgen. Want ik heb het nu met de achterkant van een pennetje of van een potlood gedaan. En het ging er inderdaad af, maar die gum is bijna op. Dus ik dacht, ik koop gewoon een nieuwe gum. Goed verhaal. En verder heb ik hier 3 enveloppen liggen. Eentje voor mij, eentje voor Tara en eentje voor Serena. Dus ik zit eigenlijk te twijfelen van mag ik dit openmaken. En het is namelijk van de webshop Fashionology. Dat is echt een van mijn favoriete sieraden webshops. Ik krijg altijd heel vaak vraagjes over waar ik mijn oorbellen vandaan heb. Want ik draag altijd deze hele simpele stekertjes. En volgens mij zijn ze... Alle 3 zijn ze van Fashionology, behalve de middelste. Dat is nog mijn oorbelletje die ik bij het schieten van het gaatje heb gekregen. En aan deze kant heb ik ook hetzelfde verhaal. Deze is van Fashionology, die is van Claire's. Want daar had ik mijn oorbellen laten schieten. Maar bij Fashionology mochten we dus wat dingen uitzoeken. En deze is van mij, die zal ik gelijk even openen. Dus ik wil even aan jullie laten zien wat ik heb ontvangen. Ik ben heel erg excited. Ik weet niet wat ik allemaal heb gekregen. Maar het is gewoon altijd echt een feestje om dit uit te pakken. Want het wordt echt mega leuk verstuurd. Oh, nu ook echt weer. Dit is eentje. Het is heel leuk ingepakt met echt een strikje. En dan hebben ze heel gaaf inpakpapier met deze handjes erop. Ik vind het echt heel tof. Dit is precies mijn smaak. Gewoon lekker simpel. Toch ergens een beetje edgy. En ik weet niet wat dit is. Dit is nog eentje. Dit is een stofje met allemaal stipjes erop. Echt nogmaals, weer totaal mijn ding. Het is zeg maar een beetje minimalistisch, maar ook niet. Het is ook weer speels. En, het is een tasje. Cool. Hey. Kijk. Het is gewoon een canvas tasje. Awesome. Die ga ik gelijk gebruiken. Die vind ik echt heel leuk. Heel leuk dat ze het hebben toegevoegd. Love it. Want ze hebben ook altijd heel leuk van die kleine tasjes met een ritsje. Daar wordt ook vaak sieraden in verstuurd. En die bewaar ik allemaal. Want ik vind ze echt geweldig. Ze zijn perfect om bijvoorbeeld kleingeld in te bewaren. Maar ik ben nu echt al 5 minuten volgens mij gegaan over de verpakking van deze webshop. Maar ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Dan staat hier lieve Larissa. Leuk om te horen dat je blij bent met onze ball earhooks. Dat zijn deze. Deze is dat hier. En die zijn super chill, want ik zal hem even omdraaien. Die heeft geen achterkantje, maar het is een soort van half ringetje. Dus een bolletje, die houdt hem dus tegen dat erin zit. En hij is er gewoon zeg maar doorheen gehoekt. Dus vandaar dat hij zo heet. Ze zegt, in het goud zijn ze stel ik uitverkocht, maar ze komen zo snel mogelijk jouw kant op. Oh, super lief. Echt heel erg leuk, want ik heb nu dus een zilverrijdig. Oh, goud is ook tof. En een hoep earcuff heb ik nog kunnen vinden. Oh, dat vind ik ook helemaal geweldig, want ik zag dat ze geen earcuffs meer op de webshop had staan. En die vind ik van hun heel erg fijn, want ze zijn gewoon van betere kwaliteit dan bijvoorbeeld... Ik heb er een paar van Claire's en die zijn net wat minder stevig. Maar ik moet echt eventjes opschieten en ophouden met dat gebrabbel hieromheen, want ik heb dit nog niet eens geopend. Dat ben ik dus nu aan het doen. Ze hebben iets veranderd. Kijk, op het doosje staat nu Fashionology. Een heel gaaf handschrift. Yes! Er zit weer een etuietje bij. Oh, meerdere! Oh my god, jongens. Kijk dan. Dus je hebt al een super mooie sieraad en krijg je zo'n leuk etuietje erbij. Dus die kun je gebruiken natuurlijk om je sieraden in op te bergen. Maar je kan het natuurlijk ook als portemonneetje gebruiken. Oh, deze vind ik echt heel gaaf. Dit is een soort van choker ketting.
En die is een beetje wat, even kijken of ik hem kan laten scherpstellen. Hij is wat breder met een hele mooie schakel. En dan heb ik hier zo'n leuke tassel in het midden. En die hoort dan echt zo te zitten. Ik ben heel erg benieuwd. Zal ik hem gelijk even omdoen? Zo ziet hij eruit. Valt heel lekker ook om de hals trouwens. Heel cool. Oké, ga ik verder naar de volgende. En dat zijn oorbelletjes. Deze zijn ook super leuk. Deze zijn in goud. Ik heb namelijk nog niet zo heel veel gouden dingetjes. Dus het leek me leuk om daar gewoon een beetje mee te spelen. Dus om echt dat mixing metals te gaan doen. En het zijn een soort van dubbele. Het lijkt net alsof je twee ringetjes in hebt, zeg maar. Yeah, dit is de earcuff. Stel scherp. Ja, dit is de earcuff. Deze zijn echt super fijn. Zoals je kan zien is hij wat dikker. En het zorgt ervoor dat hij gewoon echt van goede kwaliteit is. Ik vind deze gewoon heel erg fijn. Daar ben ik echt zo blij mee. Ik ga hem meteen indoen. En die vind ik altijd leuk om hier te doen. Kijk. Dan heb ik echt zo'n lekkere grote... Oeh, waarom word ik nou onscherp? Awesome. Oh, die ga ik hier lekker in doen. Vind ik zo leuk staan. Zo net alsof ik heel veel piercings heb. Maar ja, ik ga deze gewoon niet piercen. Dus daar heb ik het al een keer over gehad. En oeh, verder. Ja, deze zijn ook super leuk. Dit is een maantje en een sterretje. En hier heb je van die leuke steentjes erin. Ja, hier zie je ze. Zo cute. Ik ben echt gek op maantjes en sterretjes dingetjes tegenwoordig. En als ik echt gewoon kijk naar wat ik al heb, zie ik ook best wel een goede trend terugkomen. En hier ben ik ook super blij mee. Dit zijn dus de oorbelletjes waar ik het over had. Zo zien ze eruit. Dus ze hebben geen achterkantje en geen sluitingje. Maar ik vind ze echt super fijn. Want het is eigenlijk best wel vervelend als je de achterkant van die, die achterkantjes hebt van oorbelletjes. Want die prikken altijd wel echt in mijn oor. En ook door het stekertje. Als die wat langer is, dan kan het echt zo heel erg hierin drukken als je op je oor slaat bijvoorbeeld. En deze, die hebben dus geen achterkantjes. En die zijn echt super chill. Dus ik ga deze echt proberen gelijk in te doen. Want ik heb ook echt last van dit oorgaatje. Die heb ik dus begin september geschoten. Dus kan je nagaan hoe lang het geleden is. En hij ontsteekt echt elke week nog. Het is echt heel irritant. Ik denk stiekem dat het ook misschien komt doordat ik heel vaak op dit oor ligt. En dat hij gewoon een beetje trekt of zo. Of wat dan ook. Ik weet niet. Ik vind het gewoon niet chill. En ik hoop dat ik heel snel deze oorbelletje daarin kan doen. Want ik denk dat het echt heel erg gaat helpen. Althans, dat hoop ik. En dan heb ik nog één zakje. Die ga ik nu ook eventjes checken. Yeah. En dat is deze hele gave ring. En hij ziet zo uit. Het is ook weer in de sterretjes en maantjes trend. Ik vind hem echt super gaaf. Even kijken waar die past. Ik denk dat ik hem... Ja, hij past hier heel goed op mijn middelvinger. Vind ik hem echt zo gaaf staan. Oh my god. Love it! Oh, super, super bedankt. Super, super bedankt Fashionology. Ik ben heel erg blij met deze spulletjes. Moet ik even nou gaan bedenken wat ik allemaal in ga doen. Ik heb nu al meerdere dingen om. Ik ben echt super blij mee. En ja... Heel, heel erg leuk. Ik heb toch even besloten om niet de pakketjes van Serena en Tara uit te pakken. Want het zag er zo heel erg mooi ingepakt uit. Dus het leek me wel leuk als zij dat gewoon zelf kunnen gaan openmaken. Maar ik ben in ieder geval echt super blij met mijn spulletjes. Ik heb ook even hier het gouden ringetje ingedaan. En mijn vriend is onderweg hier naartoe. Hij is nu lekker naar de snackbar. Want we gaan even gewoon een frietje eten en een frikandelletje. En een leuke film kijken. Ik weet niet zeker of hij het heeft gevonden. En dan wordt dat gewoon gezellig even onze vrijdagavond. Dat moet ook wel kunnen vinden. Nou, het is inmiddels 10 uur en mijn vriendinnen zijn over de vloer gekomen, want we gingen gezellig een kaasplankje maken en rode wijntjes drinken. Dus ze zitten hier achter mij. Hallo jongens! Hi. Dit is de kaasplank met wat druifjes, worst, dat soort dingetjes. Dus super lekker. Omdat het allemaal te donker was, heb ik heel veel softbox neergelegd. Dat mag gewoon, hè? En nu gaat iedereen selfies maken. Letterlijk gaat iedereen... Alleen ik niet. Ik ben geen idee. Nee, ik wil gewoon kijken. Ik ga stuk. Serieus, kijk dit. Hoe kan dit? Ik heb dan... Waar ben ik beland? Letterlijk. Waar ben ik in beland? In selfieland. Ja! Jezus. En de frietjes zijn er. Ik heb hier een lekkere frikandel. Mijn frietjes. Frikandel speciaal hamburger. En nog een frietje. Dus super lekker. En eet smakelijk. We hebben hier gezellig de kaarsjes aan. De snacks zijn opgegeten. En we gaan nu een film kijken. Mijn vriend staat ervoor. Gaan we deze kijken? Dit is Red 2. Ik heb denk ik Red 1 niet eens gezien. Dus ik weet niet zeker of dit wat voor is voor mij. Maar goed, dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe
vlog. Niet vlog vrijdag, want het is vandaag zondag. In ieder geval voor jullie is het zondag wanneer ik dit kijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een vlog van ons te zien op dit kanaal. Geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En laat eens eventjes in de reacties weten hoe jouw weekend is geweest. Of wat je misschien vandaag gaat doen. Of wat je misschien volgende week gaat doen door de week. Vinden we altijd heel erg leuk om van jullie te horen. Ja, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zien jullie heel snel weer terug in een nieuwe video op woensdag. Doei! Doei! Je bent echt eng. Moet je kijken. Oh, je hebt echt vreselijke wallen. Oh my god. Doe schattig dan.